Hoi, ik ben Robin en welkom bij alweer de 9e aflevering van Robin Small Talk. Dit is de laatste aflevering voor de finale van Wie is de Mol 2020, waar ook deze keer niemand naar huis is gegaan. En we dus vier finalisten hebben, namelijk Miuska, Buddy, Rob en Nathan. Normaal zou ik mijn video's beginnen met de titel van de aflevering, welke van deze week sturen is. Maar we hebben allemaal opdracht 3 gezien. Dat de mol iedereen stuurt, behalve zichzelf. En in opdracht 1 probeert Miuska de anderen een beetje te sturen. Ja, ik denk dat iedereen het midden mee moet pakken. En dat jullie links mee pakken en dat wij het midden en rechts mee pakken. Ja, okay. Dat is goed. Dus voor de verandering gaan we gelijk beginnen met opdracht 1. Welke cijferkunst is genoemd? Hier kon €1750 voor de pot verdiend worden. Maar door het antwoord van Rob hebben ze dus €0 voor de pot verdiend. En hier zijn een aantal mensen zijn toch wel redelijk verdacht. Ja, vanwege de posities welke ze gedurende het spel hadden. En ik wou eigenlijk eerst dat ze zeggen, Miuska is heel erg verdacht. Maar eigenlijk valt het best wel gewoon aardig mee. Want zij had gewoon vrij snel door dat het bedrag €1750 moest zijn. En Nathan had ook vrij snel door. Dan heb je ook nog Rob en Buddy. En ja, waarom ik deze in combinatie noem is eigenlijk wel vrij simpel. Rob kon als liefhebber van martial arts niet uit opmaken wat het bedrag was aan de hand van de afbeeldingen. Ik ben een martial arts fan, dus ik vond het prachtig. Dus ik ben blij dat ik er nog ben en dat ik dit mag meemaken. Poses zijn klaar, de show is geweest. Maar ik heb er echt helemaal niets van kunnen maken. En het lijkt mij, als je ook wel een echte liefhebber bent, dat je dan ook wel weet wat de handelingen zijn en dat je dan daar rekening mee houdt. En waar ik mijn twijfels ook een beetje bij heb, natuurlijk, is bij Buddy. Omdat hij wel zei dat hij het bedrag ook voor €750 wist en dat hij Rob wilde testen of hij niet de mol was en daarmee ook dat daarmee kon uitsluiten. En nou ja, dat heeft hem dus €750 gekost. Maar daar heb ik ook wel een beetje mijn twijfels bij, want hij zei pas €750 nadat Miuska had gezegd. Wat is jullie bedrag? €1750. Wat had jij gezien? €1750. Oh. Waarom roep je dat dan niet? Vind ik een beetje vreemd, maar hou ik het even in het midden. En dan natuurlijk als laatste Nathan. Hij stond op de sleutelpositie als penningmeester. Hij wist dat Miuska het antwoord goed had. Hij heeft er ook genomen dat ze het antwoord wel wisten. Ja, dat kan een molactie zijn, maar het kan ook gewoon zijn een actie om te weten te komen wie de mol is. Dan opdracht 2, ook wel onder de partner genoemd. Hier konden de kandidaten geldbedrag krijgen in de pot door middel van een transactie die elk €25 per stuk waard was. En hoe meer transacties er worden gedaan, hoe meer geld jullie verdienen voor de pot. Ik moet hier wel bij zeggen dat dit de smakelijkste opdracht was die ik eigenlijk het hele seizoen heb gezien. Gewoon de gezelligheid, de gerechten, de mensen en schaamteloos mensen producten aansmeren. Die ze niet eens lekker vonden. Maar ja, ik vroeg me ook bij deze opdracht voel ik me ook direct af hoe je zou kunnen mollen. Ja, eigenlijk vrij simpel. Op 2 manieren. Manier 1 is natuurlijk door de bedragen heel erg hoog te maken wat Buddy heeft gedaan. En daardoor verkoop je minder. En manier 2 is door het te laten doen alsof je mensen laat betalen en uiteindelijk gewoon niet betaalt. En laat dat bij Buddy de bedragen heel erg hoog geweest zijn. En bij Nathan dat het erop lijkt dat hij mensen niet heeft laten betalen. Daarnaast probeert Buddy voor een bakje drop en een stroopwafel 100 yen te vragen. So let's make. This is 60, 35 is 95, but for me it's 100, okay? Okay. Thank you. I love you already. En als ik het een beetje goed heb nagerekend, dat is ook te zien met de screenshot wat ik hier heb, dan zou dat 60 yen moeten zijn. Heel vreemd. Is een molactie of hij is gewoon echt een marktonderhandelaar, dat je inderdaad de bedragen lager maakt zodat mensen alsnog je producten kopen. Nee, verder kon natuurlijk ook niemand koken behalve Miuska natuurlijk. En pannenkoeken is ook wel de beste oplossing om te maken. Gezien de omstandigheden. En dan kan je wel zeggen, ja, ze laten eerst de 2 pannenkoeken laten aanbranden. Ja, logisch, dat doet iedereen. En omdat de pan nog niet goed opgewarmd is. En je moet altijd even kijken hoe het beslag is. Ja, en pas daarna kan je het goed gaan maken. En Nathan en Rob zijn natuurlijk ook goed bezig geweest door een broodje gegrilde rookworst te verkopen. Hier viel mij op dat ze dit, voordat ze dat gingen doen, allebei maar 1 product hadden verkocht. Terwijl Nathan ook wel stroopwafels had uitgedeeld en dat soort dingen. Dan lijkt mij dat je allebei meer dan 10 yen verdiend moet hebben dan wat ze nu hadden. Nathan, ja. We moeten even nadenken over een tactiek. Hoeveel ben jij aan het verkopen? Ja, ik heb niks van, alleen maar een tientje nog. Ik heb ook een tientje. Ja. Ja, we moesten alles uit de kast halen om die mensen een hapje te laten nemen van of de drop
of van de stroopwafels. Kan je beter die hotdogs op de plaat gooien? Wij moeten maken een broodje worst. Volgens, wat ik ook net al zei, lijkt erop dat ze mensen niet hebben betaald. Ook al hoor je het wel het geluidje dat ze betaald hebben. En ja, laat Buddy toch zijn marktverkoopkunsten zien door de bedragen even flink lager te maken. En toch nog even snel dingen te verkopen. Very good. Good. You want to buy? Yeah. This is... Oh, pretty chef. Pretty chef. En ik had ook nog een andere tactiek. Speel het op de kinderen. You like it? Ja? You want to buy for your daughter? It's only 10 yen. Ik moet wel zeggen dat door deze acties eigenlijk wel een aantal mensen wel verdacht zijn geworden. En dat is gedurende door de hele aflevering heen dat ik iedereen wel wisselend verdenk door wat er is gebeurd. Buddy natuurlijk had ik eerst standaardelijk opgeschreven vanwege de hoge prijs. Maar uiteindelijk is hij blijkbaar daar zelf ook op teruggekomen en heeft hij alles voor een laag bedrag verkocht. Nathan natuurlijk, doordat het lijkt alsof hij de producten niet aanslaat waardoor ze niks verkocht hebben. Of tenminste weinig aanslaat waardoor het lijkt alsof ze weinig verkocht hebben. En natuurlijk ook Rob en Nathan samen, omdat ze in het begin ook allebei maar 2 producten verkocht hebben voor 10 yen. En dan is het alweer tijd voor de laatste opdracht van dit seizoen, genaamd Richtingsgevoel. De tweede opdracht na de laseropdracht natuurlijk, waar het niet bekend is hoeveel geld eruit of in de pot is gegaan. Dit is ook een zeer interessante opdracht om uit te kunnen vinden wie de mol aan de telefoon geweest zou kunnen zijn. Dan ga ik beginnen met Rob. Hij gaat inzetten op 1000 euro uit de pot. En uiteindelijk heeft hij 500 euro gevonden. En die 500 euro wordt verdubbeld. Dus eigenlijk heeft Rob Kiet gespeeld. Hier had Rob ook niet echt een gesprek met de mol. En voerde hij de opdrachten wel of niet uit wat hem werd verteld. Hier was ook een moment dat werd gezegd dat Nathan in de achtergrond voorbij zou lopen. Dit is uiteraard niet onmogelijk, maar vanaf zo'n afstand is dat heel slecht te zien. Nou ja, dan is de volgende Nathan. Hij heeft 500 euro ingezet uit de pot. En hij heeft niet echt een gesprek gehad met de mol, want zijn geld zat in de eerste doos. Ook was hier niet het zicht te zien vanaf de andere kant van het speelveld. Wat natuurlijk bij de andere mensen wel het geval was. Ja, ik ga voor 1. Komt-ie. Hand erin, eerste kistje. Voelen. Ik voelde al gelijk briefpapier. Ik trok hem eruit. Nee! Vervolgens was Miljuska aan de beurt. Zij ging voor de 1500 euro en hier was weer wel het speelveld te zien. En was er een soort van conversatie met de mol. En daar moet ik ook wel bij zeggen, het telefoongesprek leek ook wel heel erg op de stem van Miljuska. Er zouden stemveranderaars en dat soort dingen, of stemvormen zouden erop ingezet zijn. Maar dan lijkt het mij sterk dat je nog de stem zo sterk op die van Miljuska laat lijken. Ik denk dat het 6 is, maar het is een gok. Ik denk dat het 6 is. Loop terug. Geld. Nee. Loop terug. Nee, ik loop helemaal niet terug. Geld. Nee. Nee. En natuurlijk als laatste is Buddy aan de beurt. Hij gaat voor de 1500 euro en hij heeft een redelijk gesprek met de mol. En hij vertrouwt op de een of andere manier de mol toch nog erg goed. Okay. Jij denkt waarschijnlijk dat ik jou niet vertrouw. Dus dan moet ik dus denken, ik vertrouw je wel. Al met al waren in deze opdracht, naar mijn inzien, niet echt dingen die eruit kwamen om te zeggen van nou ja, hij of zij is de mol. Het is ook allemaal zo lastig. En dat bedoelde ik ook aan het begin van deze aflevering, niet zoals wat het lijkt. De verdenkingen was in mijn optiek, kon het gewoon iedereen zijn. In elke opdracht weer, ja, en dat maakt het ook gewoon zo lastig. En om het lastige allemaal nog lastiger te maken, was daar de finale test. Dat houdt in dat alle 4 de kandidaten, of in ieder geval 3 kandidaten en de mol, door zijn naar de finale. En ja, daar viel op dat iedereen op Rob zit. En Rob zit op Buddy. Wat dan eigenlijk kort gezegd in zou moeten houden in vergelijking met de eerdere seizoenen van Wie is de Mol. Dat Rob de mol is en dat ik er dan helemaal volledig naast heb gezeten. Maar zou ik er een betoog bij houden van dat is niet zo of waarom het niet klopt. Maar dat doe ik nu bewust even niet. Hiervoor moet ik eigenlijk nog even wat dingen terugkijken. En dan kan ik bij deze ook zeggen dat er aankomende vrijdag nog een extra video online gaat komen waar ik de laatste dingen heb uitgewerkt. En ik definitief ga zeggen wie mijn mol is. Of tenminste wie ik kies als mol. Maar de verdenkingen zijn voor nu alsnog hetzelfde als vorige week. Nog steeds Nathan bovenaan. Ja, daar hou ik wel een beetje mijn twijfels bij. Maar dat komt natuurlijk voor de video vrijdag.
Rob natuurlijk vlak onder. En om top 3 compleet te maken, hetzelfde ook als vorige week, zet ik Mjuska en Birdie helemaal onderaan. Gewoon om dan niemand buiten de boot te laten vallen. Het is waarschijnlijk een hele korte aflevering. Dat heb ik bewust gedaan omdat ik alles er even wat verder uit wilde werken. Ondanks hoop ik dat je toch hebt genoten van deze video. Als je dat hebt gedaan, laat dan een like achter. Wil je wat meer weten of wil je erover praten? Nou ja, reageer dan in de comments. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik vrijdag in dit verhaal de nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later.